Hallo internet, welkom terug bij de Noobcraft Sadistic Survival Capture the Flag. We hebben nog steeds Team Rood met Selwyn, Douglas, Ralf en Stijn. En Team Blauw met Paul, Kirsten, Jury en Erik. Vorige aflevering hebben we gezien hoe Team Blauw gewonnen had en hoe Team Rood slachtoffer werd van hun eigen valstrik. Ja, oké, graag maar naar beneden. Ah! Nee, duwtje! Jongens! Jammer genoeg voor Team Blauw weet Team Rood nu wel waar Team Blauw de vlag heeft. Maar als ik goed heb. Oh, Kirsten is hier. Yay! Het is gelukt, jongens. Ah, Kirsten heeft een punt! Oh, dan is hier dus dit dingetje. Hé, zie je dat al? Dus het gaat erom spannen in deze aflevering van Noobcraft Sadistic Survival. Samen met Ralf, Paul, Stijn, Kirsten, Selwyn, Jury en Erik. En ik ben Douglas, jullie gids. In de wereld van Minecraft. Oh, niks aan de hand. Zal ik weer lava over het kistje zo gooien? Ja. Probeer maar, fuck it. Ja, ik maak wel één lava van. Voor de rest probeer ik het een beetje in te bouwen, maar dit is zo fucking kansloos. Er zit alleen maar één bloemetje in onze chest. Ze hebben onze hele chest gereed. Ja. Gaat beter. Ja, oké, dus... Ik heb nu dus niks meer en ik ga nu dood van de honger. Jongens, het is tactischer denk ik als we gewoon keihard gaan aanvallen. Ja, dat moeten we ook doen denk ik. Zodat we in ieder geval hun plan hebben. Jullie weten waar het is toch? Ja. Heeft er iemand nog eten? Want ik ga bijna dood. Nee, ik heb rotten meat. Ik kan alleen als ik boven ben dan ben ik dood denk ik. We kunnen ook gewoon een emmertje hebben met lava en dat gewoon ergens bij een basis droppen, waar het super kut wordt voor een. Ja, dat heb ik. Ik heb in ieder geval één emmer lava bij me. Ah, nice. Dus dat kan ik één doen. Alles is kapot gegaan toen held verdronk in de lava. Als een echte held! Nou, dan gaan we hier gewoon wachten tot we doodsterven of zo. Ja, oh, wacht, dat is een goeie. Ik spring daar gewoon dood naar beneden, dan span ik meteen in het midden. En Doug? Ja? Wil je onze strategische zwakheden niet aan hun doorvertellen, alsjeblieft? Whatever, man. Whatever, huh? Man. Je zegt dat we hebben helemaal niks. We hebben geen wapens, helemaal niks. Ja, natuurlijk gaan ze... Hey! Dat is alleen maar tactisch om te zeggen. Ja, inderdaad. Als het niet waar is. ik moet zeggen... niet zo'n eerlijk spelletje. Nou, we hebben gewonnen. Ja, wij winnen! Ja, dat vind ik nog best een wonder trouwens. We hadden toch lava of niet? Geef niemand meer lava. Ik heb geen lava meer, nee. Ik werd doodgemaakt en toen heeft hij al mijn spullen gejat. Nee, ik was hier bij het beginnen voor. Je moet eten. Wat zeg je? Je bent dood. Je moet eten. Ja, ik ben dood, ja. Ik had alleen een bloemetje. Ik kreeg helemaal niks mee. Iemand, zij zit helemaal klaar in een armor! Ja, ik heb niks qua armor. Jullie ook niet? Als hij is afgeteld, dan ben ik dood. Nou, je hebt tenminste nog Iron Boots. Ik heb niks. Ja, dat is inderdaad... Jij bent de enige die wel wat heeft. zo. Oh, nu krijg je alles. Ik wil er ook eentje terug, want ik ben dood. Yo! Ik ga dood! Ploep! Okay. Abbelen! Oh shit, ik ga met Stijn mee. Die weet totaal niet wat hij aan het doen is. Fuck jou. Ik kan net zo goed gewoon mezelf vermoorden, weet je? Ja, kom, we doen het. Ja, dan ben je meteen midden in het veld. Ah, er zijn al twee mensen dood van hun. Beginnen we al? Ja, ik moet opnemen, want mijn staaldesk is vol. Oh, goed zo. Echt? Ja. Ik ben betrapt, denk ik. Kijk, een beetje bij de bodem, want ze hebben een eigen berg afgeflikkerd. Ik zag iemand lopen. Oh ja, hier zijn ze inderdaad met twee man. Ralf, ze zijn hier. Duck, flank ze. Ik heb jullie geflankt. Okay, zullen we er niet heen gaan? Kom maar, ga verder. Hadden ze eerder aan moeten denken, is niet tactisch. Ik zie daar in de verte lopen. Dat ben ik. Ben jij, Erik? Ja, ik ben er. Hier staan. Ik ben verder niks, maar... Nee. Doe nog een keer doodmaken. Nee, hij spant. Ja. Shit, waar is hij? Stijn, zie je hem nog? Nee. Kut. Dan hebben we hem gewoon voorbij laten lopen trouwens. Oh, ik zie daar Selwyn en Creative en Ralf. Waar? Bij een basis? Huisje. Ja, bij het huisje zijn ze. Ah, oké. Okay. Ja, oh, ik ben al bij Paul, een basis. Paul, achter je, Paul! Oh, hier is Kirsten ook hier. Oh, ik zie iemand.
Je hebt geen idee, ze hebben een zwaard zo. Het is ook de hele tijd dat ik drie spelen. Ah shit, ze hebben een pijl en boog. En Stijn loopt mij te schieten, man. Ja, klopt. Maar het was... Ah, ik heb geen pijlen meer, fuck! Oi, god. Doei. Hey, niet doodgemaakt worden. Ik ga lekker naar mijn huis en ik ga diamonds... Ik kan net zeggen, iemand ze weglokt en iemand daar is die ding gaat stelen. Dan kunnen maken misschien nog wel van kant. Ik heb geen idee waar die is. Hey, Paul heeft het slagveld verlaten. Wat? Dus Paul is buiten het slagveld. Dit is stom, ik zit al 4 uur te zoeken naar die kist. Oi! Paul pakt dingen uit mijn kistje van mijn spullen dat buiten het slagveld ligt. Ben je nog steeds aan het zoeken? Ja, ik weet echt niet waar die is. Ik heb absoluut geen idee. Ah, Ralf is ook over de grens heen. Paul. Ah, ze hebben hem. Paul speelt super hard. Paul. Ja, ik pak zijn zwaard. Ja, pak zijn zwaard. Ik heb een zwaard. Kijk, wat is die stomme... Ik ben vet gemeen. Ik heb gewoon alle shit van Paul. Ah. Paul is gedisqualificeerd bij deze. Oh, ik zie iemand naar boven gaan. Oké, okay, Yuri. Ja? De coördinaten zijn -496. Dat maakt nu al niet meer uit, ik ben nu al dood. Ik weet dat ik niet pas gespeeld, bewust, want ik heb 100 keer zijn dood gemaakt nadat ik de vlag had. Of nadat zij de vlag hadden gescoord. Nee, Duk, hij komt achter me aan. Ah, nee! Oh, ik heb een golden apple. Kut. Ik ben weer gepakt. Wat heb je gedaan? Oh, bij Douglas. Ze zijn allemaal ontzettend hard aan het vastspelen. Allemaal? In ons huisje. Ja. Nee, die pudding was in ons huisje. Wat heb je gedaan? Durgus zegt Paul niet doen. Oh, ik ben gewoon echt gewoon naar buiten gelopen om mijn zwaard te pakken. Want ja, dat deed ik net ook, man. Oh, fuck, ik ben eruit. Wauw. Dat mag helemaal niet. Ja, Paul is natuurlijk gewoon rondgelopen met armor en wapens die jij van de dingetje hebt gepakt uit de kistje. Ja, van buiten. Dat zijn allemaal mijn spullen. Volgens mij zijn ze niet al bij de chest onderhand. Nee, hun zijn veel te veel aan het verdedigen, ja. Als ik nou... Nee, want Selwyn en Ralf zijn erop uit, namelijk. Wacht even. Ja, hun hebben toch ook gewoon een nepkist hier liggen, dit is toch niet de echte? Ik ben echt blij dat ik dit gezien heb van Paul en gefilmd heb, want anders was er geen bewijs aangezien dat het discus vol was. Oké, onze diamond is nog veilig. Ik wil alleen kijken wat erin zit. Ja, hier zit hij inderdaad niet in. Ah, ja, jongens. Ja, oh, ik zie Paul en ik ga hem even... Paul zegt dat iedereen gekild wordt, maar daar waren we ook mee klaar, want dat had voor ons ook weinig zin. Fucking hell. Nee, ga weg! Oh, waren er nou maar meer pijlen? Ik heb hem net even vermoord. Ik heb al zijn staf trouwens. Ja? Cool. Nee! Damn it! Oké, ik heb Kiriana gedood, maar ik heb zelf maar een half hartje. Oh, lekker. Maar dat betekent dat het nu redelijk leeg is bij hem. Weet iemand waar die kist is? Want ik ben een geloof ik. Ja, ik ben Douglas aan het afleiden. Oh, ik lag zo hard. Hey, je ligt van... Ik sta even punten om de diamant te pakken, jongens. Maar ik heb maar echt maar één hartje. Ik ben bij je ergens. Ja, Ralf heeft ons ding. Oh nee! Hey maar, wie wil er... Ik heb hem! Ik moet een moeilijke shirt maken. Ik ben alleen dirt op zijn hoofd. Ik ben gewoon aan het chatten. Ik kan ze gewoon met chatten afleiden. Ik kan ze boos maken. Dat leuk. Mooi zo, gewoon doen. Lights up. Ik heb hem. Ik ga via de rechterkant vanuit ons gezien. Heb je de vlag? Okay. Ik heb de vlag. Ik ga naar je toe, Ralf. Auw, ik ben dood! Hey, Ralf is dood. Wat? Waar? Nee. Helemaal achterin, aan de rechterkant van de berg vanuit ons gezien. Helemaal achterin, bij het hek. Waarom doe je dat? Helemaal okay. Kut, Ralf! De vlag is daar, helemaal achterin. Ja, ik probeer erheen te gaan, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik ben. Nee, klopt. Wauw, hun kunnen echt geen boos schieten. Schiet eens raak, Stijn, jongen. Ik sta hier, hallo. Achterin links, zei je toch? Achter, en ik zit vlak bij het water. Ik zit tegen het water aan te kijken. Eten, ze hebben eten. Ja. Heb je de kist met eten gevonden? Ja. Zoek naar een diamond. Een aardappel. Emerald. Ja, die zit er niet in. Maar waar is die doodgevallen dan?
Je moet naar een diamond chestplate zoeken nu. Maar waar is hij doodgevallen dan? Helemaal achterin. En dan? Helemaal achterin. Oké, helemaal achterin. Ja, en gewoon echt bij het uiterste randje van de berg aan het water, zeg maar. Oké, want daar ben ik nu. Hé, maar iemand is naar ons kamp aan het... Ik probeer hem te... Ja, probeer hem tegen te houden. Ja, ik kan kijken of hij nog een chat goed zo! Zit, goed maar... zo, Erik! Slaan we elkaar! Pak hem af! Ah, kut! Ik moet eten. Oh, Val komt achter je aan, zoon! Ja, ik heb hem. Heb je de vlag? Ja, oh, maar er is hier iemand in de buurt. Wie is dat? Hij kan niet meer rennen of zo. Ja, omdat je het veel moet. Ah, hij heeft een pijl en boog. Een stinker. Ja, ook nog eens. En ik kom ook achter jou. Oh, ja, nee, Paul is achter je. Paul is achter je. Ik zit achter Paul aan. Oh, maak Paul dood, want ik heb een diamant. Ik probeer hem niet te laten zien aan hem. Ja. Je moet hem laten... Oh ja, je moet hem... Ja, precies. Ja, ja, aan hem niet. Maar ik weet niet of het nuttig is. Het werkt. Oh, yes. Daar zitten alle drie hier. Ik kan niet schieten. Maar waar is de diamond? Nice! Oh, achter jullie, Kirsten is achter jullie. Ik ga langs jullie heen rennen. Hij is me bijna aan het vermoorden. Oké, Douglas, iedereen zit gewoon bij ons. Oh, ik weet de coördinaten al niet meer. Ik ben langs jullie heen gesprint, maar ik weet niet, want Paul weet precies waar ik ben natuurlijk. Ja, ik heb hem! Jee, mooi zo. Zwaard, spullen. En zo. Mooi. Ja, ik weet dus... Kan je weer de coördinaten even sturen, want ik weet het echt. Oh, kut! Kirsten hebben doodgemaakt! Ben je ook dood? Oh, jezus. Blijf doorrennen, ik ga Kirsten weer tegenhouden. Blijf doorrennen. Ja. Maar ik weet mooi. Niet waar de diamond is. Min 9. Min, of min 4, 9, 6. 7, 6. 6, ja. 7, 6. Ik dacht dat. Ja, ik heb helemaal geen maar ik ga ze proberen te vragen in ieder geval. Ja, heel graag, want ik moet eigenlijk Mijn bed was kapot, dus nu ben ik ergens... Hé, waarom is jouw bed kapot? Hoe kan dat? Ik heb een pijl omhoog. Min 9, 4... Ik weet niet waar nou de diamond is, alleen. 7, 6, dan moet ik hier naar beneden. Min 4, 9, 6. 7, 6. 6, 7, 6. Ik zit er bijna recht boven. Oké, ik ben helemaal bewapend. Dus als er iemand in de buurt komt, schiet hem neer. Ik ben nu bij een portal. Hebben ze ons bed gemold? Dat mag helemaal niet. Botteren zijn ik echt heb trouwens een bed bij me, hoe kan dat? Oh nee, ik heb volgens de iemand laten vallen. Oké, ik heb weer. Dude. Er is één bed kapot. Waarom is er één bed kapot? Ik heb één bed bij me, maar ik heb niet een bed kapot gemaakt. Dit heb ik opgepakt van iemand. Maar waar is die diamond nou? Want de diamond is ergens verdwenen. Ja, Ralf, wat heb je gedaan? Oké. Okay. Ik heb geen idee waar die is. Oh ja. Eerst de Boudus. Oké, ik ben nu helemaal aan het uiteinde van onze basis. Maar ik weet niet of dit me gaat lukken. Ik heb dus geen bucket of zo. Ah, shit. Heeft iemand een bucket? Je kan, je kan ook gewoon een blok erop plaatsen en dan verdwijnt de source blok ook. Ja, maar dat is wel lastig. En er is hier iemand in de buurt, maar ik weet niet wie het is, want het is te blokkerig. Dus 494, 76, 67. Ah, die appel, ik werd vergiftigd. 496. Ja? 676. Oké, iets meer die kant op. Waar zijn ze nou? Nou, ik denk dat ze al bij onze kist zijn. Ja, ze hebben al lang onze diamond. Waar zijn ze dan? Ah, ik zie er een. Maar ik weet niet waar de diamond is, want ze zijn dus gevallen en de diamond ligt dus hier ergens. Want anders vonden ze niet weer hierheen. Er is nog iemand. Ik probeer heel snel een... De pudding is hier in de buurt. Oh, die kun je hebben. Nee, ik mag alleen maar slaan met een diamant. Oh ja, kut! Ik heb ook geen eten, dus ik ga zo meteen ook nog verhongeren. Ik heb nu nog twee dingen. Iemand moet echt naar me toe komen. Ik kom hier toe. Ah, oké. Okay. Ze hebben onze diamond al. Ja? Ook vast? Of weet je het niet? Ja, ze hebben onze diamond in ieder geval, want ze zit niet meer in de chest. Kut, hoe maak je ook alweer zwart? Wat zeg je? Ik waar zit je zo? Oh, ik heb hem. Helemaal achter bij ons. Ik denk dat hier... Stijn is? Ja, ik loop hier net naar binnen weer. Nee, ik heb een zwart. Kom maar aan. Nee, Douglas is er. Oh, ik zie Rob. Ben ik er? Rob, ik zie ja, je. Ja, Duk, jij, ik zie jou. Loop ik op je af? Ik loop achter je. Oh, heb jij ook een zwart? Je bent er bijna. En ik heb nummer 2 en een vatje en ik heb geen eten. Oh, nee, hij zit niet meer in de chest. Oh! Ja. Hier. Ik heb wat pijlen, maar ik heb geen zwaard. Zwaard, je loopt het zwaard erbij.
Kom op. Ik weet het niet. Kom op, pijltje. Maar ja, jij hebt ons... jij hebt hem al gevonden? Want zij komen nu jullie kant op. Ja, ja, en ik ben hem even brand. Oh, hij is dood! Hij is dood! Zo, hij is dood! Oh, oké, okay, nice. Oké. Okay. Waar is hij dan? Ja, maar... Ik weet niet waar de diamond is. Je moet ook niet in het later proberen te zwemmen. Wil jij proberen? Ik try to swim in lava, dus daar is ons... Kunnen we hier naar beneden? Basis. Ja, we moeten even precies bij ons... Er is nog iemand daar, Duk. Wie is het? Ik ben bij het water samen met Stijn. Dat is... Onze vlag is verbrand. Wie's vlag is verbrand? Hun vlag. Hoe dan? Ja, ik had een vlag, alleen omdat ik een steen moest weghalen om bij die kist te komen. Opeens valt de lava naar beneden. Heeft hij een boog? Hier, ik mag... Ik ben dood. Ah, wie is creative control? Dat is Ralf. Oh, die met onze diamond ergens dood is gegaan. Duk, maak Stinky dood, please. Ja, maar er is een probleem. Ik kan niet twee dingen tegelijk, zeg maar. Auw. Ik heb de vlag namelijk, dus als ik die gewoon inlever in ons ding... Ja, het spel wordt niet gereset totdat de vlag in de vijandelijke kist is. Hier ergens een diamond leggen? Ja, ik denk het, want ze gingen hier. Ja, kapot. Dat was hem niet. Maar ja, wat is er nu met hun vlag dan? Hun vlag is stuk. Ja, hun vlag is stuk. En nu? Wij hebben -9676676. Maar kun je ook alsjeblieft Stinky dood maken, want het wordt echt gewoon eng. Nee. Ah, Stinky is dood, Stinky is dood, Stinky is dood, ik heb hem, ik heb hem. Huh? Oh, lekker. Hou! Nee, ik ben allemaal spullen kwijt. Nou. Wij hebben jullie vlag. Ja, maar ik heb wel zoiets. Oh, hun hebben dus al onze vlag. Ah, jeetje. Ik snap op zich van, onze vlag is kapot, what the fuck, maar ik heb nu hun vlag gewoon. En ik ben op onze plek, ik kan hem in het kistje doen als we daar zo meteen heen kunnen, want ik weet niet waar het precies is. Nee, want hun hebben hun vlag ook niet. Ik heb toch al uit vals gespeeld. Ja, ik uiteindelijk ook, ik ben in een huisje gegaan. Uit een ander kistje wat gepakt. Ja, maar ik echt serieus, 3 keer achter elkaar respawn ik en ze slaan me meteen dood. Ze staan echt gewoon op het hoek van duisteren. Ja, klopt. Ik zit vast, want ik heb geen wapens en ik ben gecornerd door allemaal zombies. Hier! Waar? Ik zie, je moet ook echt alles zelf doen, hè? Nee, Duk, ik vraag je toch ook al de hele tijd of je dit wil doen. Auw, zet, bal! Bal hier! Ik ben echt veel te fanatiek ook met dit soort shit, hè? Oh, dat moet ik zeggen, dit is echt heel leuk om te doen. Ik vind het echt... Ik hoop dat Duk dus echt die recordings helemaal doorkijkt en nu hier aankomt, want we hebben echt... We vinden dit echt heel leuk. Ja. En toch hebben jullie vals gespeeld! Maar je moet toch gewoon hierin zitten? In verband met, kijk uit voor de lava, we moeten echt even de source block even... Ik duw net. De source block helemaal echt letterlijk hard kloppen, ja. Omdat ik zo aan het stressen ben van, fuck, was het bijna, ik heb de vlag op mijn kaart, ik moet weer terug. En, die telefoon gaat af en mijn moeder belt me. Oh, ja, dat is... Ik hoop dat mijn moeder volgende keer ook belt. Ja, het is leuk als je moeder belt. Oh, daar is het kistje! Oh, fuck, yes, Paul is dood. Ja. Daar is het kistje! Oh, oké, okay. Nee, niets verder doen. Oké. Okay. Iedereen dan maar ophouden met opnemen en op naar Teamspeak, oké? Okay? Het is 1-1! Nee, het is 1-0. Nee, het is 1-1. Nee, jullie shit dat niet. Punt in het kistje. Oké, okay, jongens. Laten we allemaal bij de ingang verzamelen. Maar eerst ga ik dood. Oké. Okay. Alright, guys. Dus we zijn. Dit was leuk op zich. Jawel. Ja. Het eerste potje was wel leuk, hè? Oké, okay, goed. Het tweede potje ging inderdaad vrij veel fout. Maar dat is dus inderdaad iets wat we dan voor de volgende keer moeten realiseren. 1 potje is voldoende. Genoeg. Ja. Het is 1-1. Oké. Okay. Ik vind inderdaad ook dat het 1-1 is. But hear me out. Jullie hebben die eerste, hebben jullie gewoon obviously gewonnen. Dat is duidelijk. Dat sowieso. Dat was goed gedaan. Die hebben jullie sowieso gewonnen. De tweede keer, though,
De tweede keer ging het mis vanwege dat jullie niet helemaal de regels volgden een aantal keer. Ik wel. Alleen Paul. Jullie zijn een team. Het kan, we zijn, als Stijn al had vals gespeeld, waar is Stijn? Ja, maar ik had daar geen weet over, weg. Dat hij dingen uit het kistje pakte. Als... Nee, Kirsten, je hebt gelijk. Jij hebt denk ik niet vals. Kirsten, jij was... Denk ik. Jij zit in de clear, moreel gezien althans. volgens mij Lil Panning ook wel. Maar ik heb Stinky Wizzleteed. En Paul, waar vooral Paul, want Wizzleteed zat wel alleen maar te kijken, geloof ik. Maar volgens mij was Pudding in ons hutje. En volgens mij, er is één bed van ons kapot gemaakt. Ik weet niet wie het heeft gedaan. Misschien Pudding, maar dat weet ik niet. Oh ja, dat ik. In ieder geval was Paul. Nou, dat is ook Paul. Was op een gegeven moment heeft een zwaard en een harnas gepakt. Minstens uit het kistje van Held. Maar geen. Oké. Okay. Ja, waar de normale harnas allemaal weg is. Maar die heeft. Dat was hij dus hier gewoon keihard aan het doen. En dat was gewoon echt gewoon. Ik had er alleen verder geen weten over. Het was ook niet dat ze hem pakt gewoon het kistje buiten ofzo. Nee, snap ik. Maar Paul heeft gewoon echt keihard vastgespeeld. Hey, pst. Ja? Weet je waar wij continu waren? Oh, cool. Iedere keer als wij dood gingen, moesten we helemaal mee, terug beginnen bij de spawn van het level. Nou, ja, kijk, waarom is dat zo? Vertel ons aan de kijkers waarom dat zo is, Pudding. Nou, wij hadden gevraagd of we bedden bij onze basis mochten zetten en daar mochten slapen. Hebben wij en die een jaar te horen op gekregen en die zijn toen vernietigd geweest. Ja, oké, okay, ja, maar dat is... Wie schuld is dat? Precies. Dus, het vernietigen van die bedden was niet tegen de regels in, want je mocht er wel slapen. Niet van jou, en niet van jou. Nee. Kijk, jullie mochten absoluut bedden gebruiken en ergens anders zetten, maar je kan niet verwachten dat wij die dan niet vernietigen. Dat is gewoon tactiek. Nee, oké, dat is waar. Oké, maar we mochten niet buiten de omheiningen komen. En door jullie zijn we dan buiten de omheining gekomen, dus eigenlijk zijn we allemaal gedisseerd. Nee, oké. Ik heb het niet over teruglopen naar level. Paul liep zelf bewust de omheining uit om daar spullen te gaan jatten. Precies. Maar, jongens. We vinden elkaar allemaal vervelend. Ik hou van jullie. Maar dat is wel leuk, toch? Ik hou van jullie. Ik wil graag de aflevering afsluiten. De eerste ronde vond ik echt super leuk. De eerste ronde was het leukst. In ieder geval, jongens, absoluut heel erg bedankt. Het was super grappig. Kijken we die kant op? Oh, wacht, welke kant? Ah, waar ga je heen? Ik ga gewoon niet. Oké. Heel erg bedankt voor het komen en het kijken en het spelen. Tot de volgende keer! En wat zeggen we dan met z'n allen? Doei! Auw. Oh mijn god, jongens. Hallo internet, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering van Noobcraft. Als je op het gele vlak klikt, dan ga je naar de Sky Island Challenge van mij en Kirsten. En als je hier op het paarse vlak klikt, dan ga je naar 33 Adventures. De webserie van mijn huisgenoten, waarin ons huis de ruimte in gelanceerd wordt. En hieronder, als je op de oranje bal klikt, dan subscribe je op dit kanaal voor meer updates elke week. Ik hoop jullie de volgende keer te zien en doei! Oh, nee! Ah!